De onafhankelijkheidsviering zal Suriname in totaal 875.000 Surinaamse dollar kosten. Dat zei Pertab Gurdayal, voorzitter van de commissieviering 45 jaar Srividensi, vandaag tijdens een persbriefing in het perscentrum. De activiteiten zullen vooral plaatsvinden op het onafhankelijkheidsplein. Door de coronacrisis zal er extra beveiliging zijn. Deze moet erop toezien dat een ieder zich houdt aan de coronamaatregelen, zegt Gurdayal. 700.000 is bestemd voor de activiteit op het plein. Dat is op 25 november. 175.000 gaan we waar nodig inkomen voor de organisatie en de activiteiten van de ministeries. 775.000. Nogmaals, in eerste instantie hebben we gevraagd, kom zelf in. Maar waar nodig, bijvoorbeeld een tekenwedstrijd en meneer Hassan gaat straks uitleggen, kunnen we inkomen. En de districten hebben we gevraagd aan zelfsupporting te doen. Ex-vicepresident Ramdin Sarjou, die ook een bijdrage levert aan de organisatie, heeft het Srividensi-logo van dit jaar onthuld. Het logo is met de kleuren van de Surinaamse vlag ontworpen. De vlag. De vlag welke werd goedgekeurd. En de vlag welke werd gehezen op het moment van nationaal worden, soeverein worden van onze staat, is een rechthoekig veld met twee groene banen. Groene banen die symboliseren de vruchtbaarheid en nieuw Suriname. Twee witte banen die een symbool zijn van gerechtigheid en van vrede. En een rode baan welke symboliseert de liefde voor het vaderland Suriname. In het midden van de rode baan is er een ster, een vijfpuntige ster. De vijf punten die de eenheid in Suriname symboliseren. Eenheid van etniciteit, eenheid van geloof, eenheid van cultuur. Eenheid onder de samenleving. Ex-vicepresident Ramdin Sarjou vandaag bij de persbriefing van de commissieviering 45 jaar Srividensi. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is er ook een educatief programma gekoppeld aan 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid.